In mei 2009 verschijnt de nieuwe druk van ons boek, De praktijkgerichte benadering van organisatie en management. De herdruk is echt behoorlijk vernieuwd. Het theorieboek bestaat voor een groot gedeelte uit helemaal nieuwe kaders. De kaders uit de oude druk die waren zo'n 5, 6 jaar oud, dus die zijn helemaal vernieuwd. Daarnaast hebben we interviews met CEO's van drie grote organisaties, Apple, Unilever en Philips. En zij beantwoorden een aantal vragen die betrekking hebben op de theorie en de praktijk van organisatie en management. Binnen de methode is er natuurlijk ook een werkboek en een website aanwezig. In het werkboek zijn vooral de casussen aangepast, ook weer voor de nieuwe tijd. En heel veel toetsvragen zijn toegevoegd. Daarnaast ondersteunen we het boek ook met in een digitale omgeving. Er is een fantastische website ontwikkeld waar we een aantal dingen in terugvinden. Onder andere webcolleges waar we een aantal voorbeelden uit het boek nemen en die helemaal gaan toelichten. Dus dat is heel handig als je nog even na een college dingen wil nakijken. Daarnaast een toetsenbank waar we meer dan nu dan 1000 vragen hebben. En het aardige van deze toetsenbank is dat je aan de ene kant krijgt de student een antwoord. Dus je ziet wat je goed of fout hebt gedaan. Maar daarnaast, aan het einde van de toets, kun je ook teruggaan. Wordt verwezen naar stukjes theorie, de paragraaf in het boek. Waar je eigenlijk wat meer moet leren om goed te begrijpen wat er nou allemaal achter zit. Het is een boek wat een hele sterke layout heeft. Een hele sterke vormgeving. Het is een boek wat opgebouwd is natuurlijk uit heel veel kleuren. Waardoor het ook levendig wordt. En het boek sluit heel goed aan bij het visuele karakter wat een student vraagt deze tijd. Met de generatie van studenten die nu opgroeien, de digital generation, die zullen daar zeker ontzettend veel baat bij hebben om eigenlijk die goede mix, de blend van learning, digitaal en in een klassikale situatie en in groepen en teams, om dat allemaal heel mooi bij elkaar te brengen. En ik denk dat het boek een heel mooi voorbeeld is van hoe we dat eigenlijk vanuit een didactiek perspectief heel mooi hebben neergezet. Thank you.